De wet fiscale juridictie is gisteren met 41 algemene stemmen aangenomen in de Nationale Assemblee. Wanneer deze wet op 1 februari 2023 wordt afgekondigd, zal de staat dit jaar minimaal 150 miljoen SAD aan inkomsten kunnen binnenhalen. Minister van Financiën en Planning Stanley Ragubarsingh haalde aan dat deze inkomsten 3 grote bestemmingen hebben. Het ambtelijk apparaat, het betalen van schulden en subsidies. Dat geld gaat 3 grote bestemmingen hebben. 1, het apparaat en zorgen dat er gewerkt kan blijven worden. 2, betalingen van problemen die we uit het verleden hebben geërfd en die we moeten oplossen. En 3, zorgen dat het leefbaar blijft voor ons volk. En in dat leefbaar houden dat we de verschuiving maken van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Bij de aanname van de wet heeft de financiënminister het parlement, zowel coalitie als oppositie, bedankt voor medewerking aan de totstandkoming van de wet fiscale juridictie. In zijn stemmotivering zei VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin dat deze wet ervoor zal zorgen dat de staat inkomsten kan binnenhalen op het geheel Surinaams grondgebied. Rabinder Permeser van de NDP vindt dat met deze wet de druk op de samenleving wordt verminderd. In dit verband roepen we op, zo gauw als mogelijk, met wet dat de regering met wetten komt over aangepaste overvliegtarieven. Dat gaat ook helpen. Maar als u naar de oppositie luistert, dan hebt u veel meer suggesties, krijgt u van ons. Wij roepen iedereen op om in het kader van lasten verminderende druk op de burgers om naar deze wet positief te kijken voor te stemmen. De wet fiscale juridictie biedt de staat de mogelijkheid om de rechten op grond van het internationale zeerecht optimaal te benutten voor de ontwikkeling van het land. Minister Ragubarsingh noemde de aanname van deze wet een gouden rand, omdat ze met algemene stemmen is aangenomen. Het gaat volgens hem niet alleen om wet en regelgeving, maar ook om eenheid.